Welkom allemaal bij een gloednieuwe video van Vink MD. Vandaag zijn we bij een dumpplek, een criminele dumpplek. Er zijn al gave dingen gevonden, dus kijk zeker verder. Kijk, ik had hier dus een afgezaagd motorframe en een oplader van een telefoon. Maar het leuke is, de jongens die zijn helemaal daar bij de auto bezig, maar ik heb een portofoon bij me en dan kunnen we communiceren. Als we dan wat gaafs hebben gevonden, dan kunnen we dat doorgeven aan elkaar. Even testen of die het doet. Marre, kom eens uit. Zeg het eens. Het was even een portotest, dankjewel. Jo. Zo. Die is helemaal vol. Lekker man. En jij hebt hem gevangen, Jaron. Ja, ik. Lekker man. Kijk, hij komt al, daar op de hoek. Ja! Ja! Lekker! Oeh, sleutels? Wat is dat joh? Ja, joh. Allemaal sleutels. Labeltjes. Dit komt bij een bedrijf vandaan, dat is gewoon een sleutelkluisje geweest. Ja. Kijk hier. Een ketting. En jij had er nog geen vertrouwen in, hè, eigenlijk? Nee, ja, eigenlijk niet. Maar de eerste paar gooien waren niks. Maar nu in één keer komt het er allemaal in één keer uit. Wat staat erop? Amsterdam? Wat is dit voor een ding? Wat staat erop? Oh, Rotterdam. Oh, Amsterdam en Rotterdam. Amsterdam, Rotterdam, Gevelen. Ja, ik ga het niet doen. Wat voor bedrijf was dat dan? Nou is hij weer op slot, hè? Nou is hij dicht. Nou is hij dicht. Nou weten we het niet. Nee. Ergens in Amsterdam of Rotterdam. Ja, Gevelen of zo. Ja, lekker man. En ik had daar verderop had ik een afgezaagd motorframe had ik eruit. Ja? Ja, dus... Dus daar komt het er ook nog uit. Ik ga ook even daar gooien nog. Kijk hier. Check hier wat Elbert heeft gevonden. Wat heeft Elbert gevonden? Drie portemonnees. Elbert heeft drie portemonnees gevonden? Nee! Ja. Ik ken dat dan joh. En hoe vond je dat dan? Waar zat dat dan? Was het magnetisch dan? Ja, waarschijnlijk aan dit. Het zijn gekke oordopjes of zo, weet ik veel waar het voor is. Bizar hoor. Wat heb jij dan gevonden? Ik had een. Wat heb jij? Een motorframe, afgezaagd motorframe. Gek joh, drie portemonneetjes. En dit? Putten. Wat is dat, een make-up doosje of zo? Nee, gewoon een gehoorapparaat. Gehoorapparaat? Kijk. Oh. Als je het openmaakt, zitten de batterijtjes in. Oh ja. Nou, Mark had dus deze patroon gevonden nog. Toen stond ik daar aan de overkant. We hadden contact via de portofoon. Maar het is een nieuwe. Deze kan je gewoon hedendaags kopen. Dus dit komt niet uit de oorlog. Ja. Dus ik heb hem nog nooit gezien, die onderkant. Opnieuw. Geco. 9 mm para. TL. Dus dit is crimineel spul. Ja, zeker. En deze kogelpunt. Ja. Dat is toch ook wel een apart dingetje. Hij is korter dan oorlogsmunitie. Dus ja. Een echte kenner ben ik ook niet 100%, maar deze is niet uit de oorlog, denk ik dan ook hoor. En je had nog meer portemonnees? Ja, nog eentje hadden we erbij gevonden. Ja, die is gelijk bij. Voor mij was deze. Ja, die hadden we dan. Die hadden ze. Oh ja. Zo, maar ook weer helemaal leeg. Ik had het niet. Ik denk iets van die fiets. Een spatbord. Jaron heeft nog een spatbord. Maar ik denk dat we volgende locatie gaan proberen. Ja. Want er komen niet veel meer tegen. Ik denk het ook niet. Ik denk dat dit leeg is. Ja. Een andere locatie checken. Yes. Nou Jaron, gezellig dat je er even bij was. Zo uurtjes. Wij gaan weer verder. Ja. En jij gaat zo meteen weer lekker naar de camping. Ja. Nou, dan fijne vakantie nog hier zo. Dankjewel. En ik hoop dat je ook nog wat vindt met de metaaldetector. Ga je nog wat zoeken met de detector of niet? Nee. Nee? Misschien op de camping, dat kan. Toch? Niet. Thuis op een meter. Ah, ik heb toestemming gehad van iemand. Ja? Voor op een meter van 7000 meter. Zo! Ah, ja. Dan kun je daar wel even verder zoeken, ja. Ja. Dat is lekker.
Nou ja, gezellig dat je erbij was, man. En ik zie abonneren op Vinkapt's YouTube kanaal. Yes. Nou, het is dat de Olympische Spelen over zijn. Anders had jij de snelste rondetijd gehad met deze fiets. En dit is dus het moment waarop ik spijt heb dat ik de camera te vroeg heb uitgezet. Ja, jullie voelen het al een beetje aankomen. Albert viel van zijn fiets af. En om toch met jullie te delen hoeveel lol wij hierom hebben gehad, komen nu de volgende beelden. Nee, hij is net te laat. Hij is net te laat. Kut, sorry. Juist. Het zit in een tas. Ja, wij blijven gewoon Nederlands praten. We zijn even uit de wind gegaan, want daar verderop waar ik hem ving, daar stond te veel wind. Ik heb nog niet gekeken zelf. Wat is dit? Wat is het? Is het een kistje? Nee. Hè? Wat is dit? Een... Van de computer. CD-speler over de schijf. Kijk daar. Een CD-speler. Nou, waarom gooi je dat nou weg in een tas? Misschien zit er een CD in. Ja. Welke dan? Van André Hazes of zo. Oh, Jan Smit. Ja, we gaan afsluiten voor vandaag. De eerste locatie was toch nog wel de leukste locatie. Dat was de beste. Voor de rest ja. Niks. Daarna was het eigenlijk alleen maar drama. Dus je ziet het. Ook wij vinden wel eens op een dag helemaal niks. Of bijna niks. Helaas. Ja. Maar de dingen die we hebben gevonden. Wel kogeltjes. Uh-huh. 2 portemonneetjes. Helaas leeg. Ja. Maar alsnog leuk. Alsnog leuk. En voor de rest helaas niet veel. Maar dat heb je mensen, dat heb je gewoon. We hebben honger gekregen en Albert die gaat trakteren op de McDonald's. Sowieso, ook voor mij, voor Albert. Dus we gaan nu lekker eten en afsluiten. Dan bedanken jullie voor het kijken en tot snel bij de volgende keer. Later! Yo.